Hey mensen, top dat jullie weer kijken. Vandaag een filmpje over aquariumverwarmingen. Aquariumverwarmingen zijn er eigenlijk op drie soorten te verkrijgen. Ik ga jullie vandaag vertellen wat je eigenlijk wel en wat je niet moet doen met deze mooie apparaten. Ze zijn al wat vies deze, ze zijn namelijk wat oudere. Waarom ik deze niet meer gebruik, vertel ik jullie strakjes. Maar zoals ik zei, er zijn drie soorten manieren om je aquarium te verwarmen. De eerste manier is bodemverwarming. Ik zelf heb dat nog nooit gehad. Ik weet dat het er is. E-Ruim verkoopt het volgens mij. Supervis ook volgens mij. Maar wat het is, is dat er een spiraal onder je aquarium planten. Onder het aquariumgrind gestopt wordt. Van hier tot hier. Dat zijn vaak van die matten. Die leg je erin en dan doe je substraat erop. Dus je ondergrond. En dan wordt de warmte eigenlijk verhit vanaf de bodem naar boven. In theorie lijkt me dit echt fantastisch. Maar moet ik wel zeggen dat de mensen die ik weet die het hebben, zijn er erg blij mee, maar die hebben eigenlijk ook nog altijd wel een extra heater erbij staan als backup. Dus met andere woorden, het is vaak niet voldoende om je hele bak echt goed op temperatuur te krijgen. Het grootste voordeel wel daarvan is dat het heel gelijkmatig gaat en je zal niet echt pieken hebben. En dan komen we op gelijk de volgende, want dat zijn deze. En dit zijn de thermostaten. Heet het eigenlijk zo? Nou, de staafverwarming, zo noem ik ze eigenlijk altijd. Nou, mocht iemand een betere benaming hebben, laat me even weten. Maar de staafverwarming, geen idee of het zo heet, heb je in heel veel verschillende soorten. Dit is een 100 watt, dit is een 200 watt en ze gaan op tot 300 watt. Die heb ik hier. En ze beginnen voor mij, heb je al van 25 watt hier, dus dat zijn van die nano aquariumtjes. En wat houdt dat wattage nou eigenlijk in? Dat wattage wil zeggen hoeveel stroom er door deze staaf heen kan gaan. En dat is belangrijk, hoeveel hitte die kan genereren. Want hij maakt het stroom, gaat door deze spiraaltjes heen. Ze worden nooit echt roodgloeiend, maar ze kunnen wel roodgloeiend worden. En dat is eigenlijk gewoon simpelweg stroom die van A naar B gaat door die spiraal heen. En die hitte wordt afgegeven in buisjes. Het zijn allemaal glazen buisjes. Ik weet niet of je het kan zien, maar hierin zitten allemaal glazen buisjes. Die vervolgens deze hele grote glazen buis verhit. En zo heel langzaam jouw aquarium verwarmt. En de wattage wil zeggen hoeveel stroom er doorheen kan. Dus 25 watt is niet heel veel stroom. Dus net aan een gloeilamp van vroeger volgens mij. Dat zal nooit heel veel warmte gaan genereren. En het zal het ook echt nooit gaan uithouden in dit aquarium. Die staat dan de hele dag aan. Die zal nooit op temperatuur komen. En ik heb 300 watt hier achterin staan en dat is meer dan voldoende. Nu gebruik ik eigenlijk, ben ik voorstander van de E-Heim. De Jager is dat, die is van titanium namelijk, want dit is allemaal glas. Als je het hoort. En dan kom ik gelijk op wat je absoluut niet moet doen, is de stekker erin en dan uit het water halen. Dat zie ik mensen nog wel eens doen of tijdens een waterwissel. Zodra het water laag komt. Vaak staat er nog een veiligheidsdingetje op. Ook, ja, dat is tot hier. Maar hij kan echt nog wel tot hier. Sommige nog wel tot hier. Maar veel lager. Zet hem alsjeblieft gelijk uit en laat hem ook afkoelen. Want dat zie ik mensen ook doen. Die gaan dus de stekker erin. Halen, zet hem in het aquarium. Stekker eruit en halen hem er gelijk uit. Maar hij ontploft gewoon echt. En dat klinkt heel erg, maar het is echt waar. Ze ontploffen zodra je hem uit het aquarium haalt. Want ze hebben het water gewoon echt nodig om te koelen. En om hun warmte kwijt te gaan. En in de lucht kan dat niet. Dan worden ze zo heet. Ja, dan knappen ze. Dat is niet wat je wil. Dus
Als je hem in je aquarium hebt zitten en je weet, ik ga hem eruit halen, doe de stekker er van tevoren al uit, 10 minuutjes. En dan weet je zeker dat je veilig zit. En hoe werkt zo'n ding eigenlijk? Nou, ik heb het net al een beetje gezegd hoe het stroom doorheen gaat. En nu is het niet zo dat hij continu altijd aanstaat. Een reden hiervoor is ook weer de veiligheid. Het zijn allemaal hele dunne spiraaltjes die erin zitten. En als dat de hele dag aanstaat, dan smelt dat simpelweg gewoon weg. Dat mag niet. En dan gaat hij ook gewoon stuk. Dus hij gaat aan met cyclus. En daarmee wil ik zeggen dat hij staat dus aan. Laat hij hem even branden. Zet hij hem weer uit. Dus dat zeggen, hij doet 1 minuut even een stroom erheen. Zorg dat hij goed heet is. En daarna zet hij hem weer uit. En ondertussen meet hij continu de temperatuur. Zit hij er al? Nee, dan gaan we weer een cyclus doen. Zijn we er al wel of zijn we er bijna? Doet hij hem uit en wacht hij of hij voldoende energie hierin heeft gestopt in de spiraal. Om het alsnog op te warmen. En anders niet. Maar dat. Waarom gebruik ik deze niet? Dit is er eentje van Joule. En dit is er eentje van Aqualantis. Dit zijn dingen die moet je best wel vertrouwen. En daarmee bedoel ik dat. Ze zorgen ervoor dat je vissen warm zijn. En als ze te warm zijn, ja, gaan je vis gewoon simpelweg dood. Of als ze te koud zijn, gaan ze ook simpelweg dood. Heel eerlijk vertrouw ik dat niet met merken waarvan ik zeker weet dat ze het heel lang hebben gedaan. Want er zijn genoeg filmpjes op internet te zien en te kijken van heaters die ontploft zijn in aquariums. Je ziet dan echt glas in het aquarium rondzwerven. Sommige aquariumvissen zijn gewoon echt geëlektroniseerd. Geëlektrocuteerd. Je ziet gewoon dat het water gewoon echt nog onder stroom blijft staan. Je ziet sommige vissen helemaal gekookt. Dat is gewoon niet wat ik wil. En ik weet dat EHM goed is. Vandaar dat ik die blindstraal. Die blijft het doen. Ik heb ook heel veel verhalen dat die het goed blijven doen komende jaren. Dus ik wil er liever niet op besparen. En ik weet wel, deze dingen, wat kosten ze? 10, 15 euro, 20 euro. Wat kost je hele inboedel van je vissen? Ik heb in mijn nieuwe aquarium heb ik 3 visjes en die waren 50 euro. Ja, dan koop ik liever een aquariumheater waar ik op vertrouw. En dan nog iets over de staafverwarming, is de temperatuur hier aan de bovenkant. Vertrouw die nooit. Klopt nooit. Ik heb geen idee hoe ze dat doen, maar hij is nooit helemaal goed geëikt. Nu zijn er wel heaters, die kan je dus bijdraaien. Dus dan kan je hem eiken voor je eigen aquarium. Maar doe altijd een extra thermometer in je aquarium. Ik heb hier achter ook eentje hangen. Dat is prima, dat is goed. Dat geeft een accurate weergave. Wat hierboven staat, niet. Nu kunnen de meeste niet heter worden dan 35 graden. Ook dat is niet het geval. Sommige heaters kunnen gewoon je aquariumwater 45 graden maken. Dat is geen enkel probleem. Maar ik ben wel eigenlijk altijd voorstander. Ik wil wel positief eindigen over deze heaters. Want een staafheater werkt bij mij altijd en ook goed. En dan komen we eigenlijk aan op de laatste. En die heb ik nog nooit geprobeerd. En dat komt eigenlijk omdat ik altijd maar één merk daarvan zie. En dat is de Hydor. Zo. Hydor, maakt niet uit. De Hydor. En dat is een externe aquariumverwarming. En dan, hoe kan dat nou externe? Want dan moet je water verwarmen. Dat is een verwarmingselement. Ik laat hem even zien nu. Die kan je aansluiten op je pomp. En die zorgt eigenlijk dat het gefilterde water langs de Hydor gaat. De externe verwarming. En die zorgt ervoor dat de uitstroom van je aquariumpomp verwarmd water is. Het is iets wat op mijn lijstje staat. Ik wil het echt wel graag. Omdat er gewoon simpelweg weer een ding uit het aquarium kan. Waardoor er meer ruimte is voor de vissen. Vind ik belangrijk. Maar ik heb hier echt nul ervaring mee. Dus als iemand ervaring heeft van externe verwarming. En of een goed merk weet. Of misschien moet ik wel hierdoor gaan geloven. Het is alleen niet mijn merk. Want ik heb er gewoon nare dingen over gelezen. En ik wil niet dat mijn vissen het koud of heel te warm krijgen. Ik wil erop vertrouwen. Dus als iemand dat weet, laat het even weten in de comments. Dit zijn simpelweg de beginnerstips van je aquarium.
Wat ik nog wel wil zeggen is van deze heaters, stop ze echt onder water bij een instroom of uitstroom. Want dan gaat al het water gaat er langs. Dat is belangrijk. Stop niet in een dode hoek van je aquarium. Dode hoek wil ik zeggen, dat is een plek. Kijk hoor, ja, ik heb niet echt dode hoeken, maar als er een dode hoek zou zijn, dan zou het hier onderin ergens zijn. Ik weet niet of je het kan zien. Achter de stenen. Daar komt gewoon weinig watercirculatie en dan heeft hij ook weinig kans om je gele bak te verwarmen. Dus zet hem naast een instroom of een uitstroom, zodat er goed verwarming langs kan gaan. Zodat er goed verwarming langs kan gaan. Ik moet het wel goed zeggen. Ik zelf zet ze ook altijd uit met de waterwissel. Met name omdat ik dan weet, er komt water onder het minimum. Maakt echt niks uit. Dus dat. Tot zover de tips over de aquariumheaters. Mocht je zelf tips hebben, laat even weten in de comments. Ben ik altijd erg blij mee. En vond je dit een goed filmpje? Vergeet niet te abonneren en duimpje omhoog te doen. En tot de volgende!